Denise Harms is veruit de meest onsportieve kandidaat uit het afgelopen seizoen van BB Vol Liefde. Ze was hartstikke verliefd op kandidaat Dave Spies, maar hij kwam er na 2 weken achter dat ze toch echt geen diepere laag heeft. Aanvankelijk reageerde ze sportief, maar na 5 minuten veranderde ze in een soort boze heks. Het lijkt er volgens critici op dat ze Dave nu probeert zwart te maken door te suggereren dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Er is een voorval geweest die niet goed is gevallen, aldus Denise. Onder het excuus van drank komen mannen nog steeds weg met bepaald gedrag. Denise zegt melding te hebben gedaan bij de producent van het programma, maar dat daar niets mee is gedaan. Het is merkwaardig dat ze nu ineens zo haar beklag doet over BB Vol Liefde, omdat ze het programma al wekenlang inzet op de socials om haar bed breakfast te promoten. Hoewel Denise geen namen noemt, is het evident dat haar boze vinger naar Dave wijst. Ze heeft over al haar tv-dates namelijk poeslieve berichtjes geschreven op Instagram, behalve over de date waar ze smoor verliefd op was, maar waarbij het gevoel niet wederzijds was, Dave. Denise begon bij het vertrek van Dave al te schreeuwen dat hij haar zou hebben misleid door continu complimentjes uit te delen. En toen je wat had gedronken en al die berichtjes stuurde, wat was dat dan? Wat voor appjes waren dat? Dave vertelde gisteravond in RTL Boulevard, we hebben appcontact gehad, dat klopt, maar dat was altijd leuk contact over en weer, zeg maar. Een beetje flirtachtig. Ja, en heb je wat gedronken, dan gaat het wat intiemer, maar ik had nooit het gevoel dat het ongewenst was. Hij vervolgt, ik kreeg ook best wel gewoon leuke en grappige dingen terug. Als ze daaraan refereert, dan weet ik niet precies in welke zin dat negatief zou moeten zijn. Heeft hij Denise ooit ongemakkelijk laten voelen? Nee, nooit. Eigenlijk het tegenovergestelde. Het was altijd leuk, ze kwam vaak richting mij, ook met intiem contact. Dave ontkent alle aantijgingen. Ik kan mezelf in de spiegel aankijken, zeker. Ik heb met eer en geweten alles gedaan. Ik ben er voor de liefde gekomen, ik heb het geprobeerd en mijn best gedaan en het de tijd gegeven. Dat het niet gelukt is, is heel erg jammer. Tot slot, is er meer gebeurd dan alleen zoenen? Er is niet meer gebeurd dan alleen zoenen. Nee.